Beste sectorgenoten, hartelijk welkom bij deze serie vlogs over het SC Corporaties in Organisatienetwerken. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Stefan Kloet en ik was als ondersteuner, zeg maar reisbegeleider, betrokken bij een reis die 5 corporatiebestuurders maakten door het land. Op zoek naar inspirerende vormen van samenwerking. Om daarmee de samenwerking van corporaties in het lokale speelveld te kunnen verbeteren. We hadden immers zelf genoeg voorbeelden van moeizaam lopende samenwerkingsverbanden, waarin veel energie gaat zitten in de samenwerkingsvorm op zich, ten koste van de focus op de maatschappelijke bijdrage en het resultaat. We begonnen onze reis met een kader van succesfactoren. En naarmate de reis vorderde, kregen die succesfactoren steeds meer vorm en raakten we steeds enthousiaster en meer geïnspireerd om te ontdekken hoe samenwerking tussen corporaties en andere organisaties in dat middenveld vorm kan krijgen. Want vanuit onze eigen praktijk hadden we wel genoeg voorbeelden over dat er veel aandacht naar de samenwerkingsvorm gaat ten koste van die maatschappelijke baat. We bezochten energiecollectieven tot administratieve shared service centra, initiatieven die de handelingsruimte van professionals in wijken vergroten, tot initiatieven in de vorm van ketensamenwerking, waarin architect tot en met onderhoudsaannemer is betrokken. Aangejaagd door onze reiservaringen hebben we 5 belangrijke leerpunten geformuleerd en die in ons essay opgeschreven. In dat essay schetsen we een perspectief over hoe kansrijke samenwerking tussen corporaties en andere organisaties in dat middenveld vorm kan krijgen. Tot de lancering van dat essay in oktober lichten we in dit soort korte filmpjes telkens 1 van de 5 leerervaringen toe. We delen, metaforisch gezegd, onze reisdagboeken en foto's met jullie, opdat jullie net zo geïnspireerd raken als wij. En zo bij te dragen aan verbetering van de lokale samenwerking, aan het oplossen van maatschappelijke complexe vraagstukken. Wordt vervolgd dus. Blijf kijken.